Er staat zoveel wind dat ik gewoon weggewaaid word hier zo. Nou, hier liggen drie zeeschepen. Ik denk dat we nog een klein beetje naar horen. Ik zal hier nog even een shotje geven. Dan heb je helemaal overzicht. Oh. We hebben een andere kok vandaag. Oh ja. Kokkie Johan. Ja, dat staat wel leuk hè trouwens. Leuk hè? Ja. Lekker voor je rug gekookt, jongens! Nou, Johan is aan het varen. Die heeft zijn hoerenlicht aan. Closed, heart exposed. Tell me, do you trust me? Not trying to escape my life, but it could escape. Nou, er staat een beetje veel wind. We varen nu het gat uit. Hier aan bakboord zit de post. Nou, er staat zoveel wind dat ik gewoon weggewaaid word hier zo. Niet normaal. Beter van de zomer even mee kunnen gaan. Komt ook zeevaart aan. Een Young Wingline. Die hebben wij vroeger gebunkerd. Nou, ik ga weer naar achteren, want ik heb mijn verschoning hier zo. Ik waai gewoon van de voordek af. Ja, het was nou, we gaan middelgat. Middelgat. Met het rode landje volgen. Ja. Met vragen. Stranden Hansweert, Gibraltar. Gibraltar Hansweert. Ja, dan vraag ik die boven voor. Wil die stuurboord met mij? Je kunt hem zelf even opvoeden. Ook voor de Gibraltar? Ja, dat is voor mij goed, dat is super zuur. Ja, oké, dan kan ik een beetje hoog houden, want het waait toch wel vandaag. Jo, dan. Goeie reis. Jo. Ik dacht dat het werk was van die posten om... Ja, dat zei ik net toch? Communicatie. Ja, dan ga ik zelf maar even vragen. Ja. Ik krijg stembanden meer over hier. Zit ik ook nog de hele dag te zingen. Hè? Maar die bovenvoor, die komt hier aan, hè? Ja, weet ik. Oh, die zit hier beneden. Ja, die gaat sturen maar even doen. Ja, precies. Maar dan hou ik hem wat hoog op de wind, dan komt het beter uit. Ja, dat hij staat toch al aan die kant. Dus, kom je altijd beter uit. Hè? Is dat, hè? Als het maar in jouw straatje past. Dat is altijd. Dat wist je al. Nou, Johan zei net al, dan komen we gaan een van een bui aan. Maar niet een buitje. Zo dan. Oh, machtig. Je ziet gewoon die bui helemaal hierheen trekken. Ah, klein buitje. Zo leuk. Ja. Nou, het weer is weer iets opgeknapt. Hè? Weer iets beter geworden. En we zitten op de Everingen. Hier heb je... Hier heb je ankerplaatsen. Dat zijn allemaal ankertonnen. Hier mogen zeeboten ankeren. Vroeger deden we altijd hier bunkeren. En dat gebeurt nog, alleen niet meer door ons. Dus we komen straks leuke bootjes tegen. Nou, we lopen bijna 22. Dus ik denk dat we een half uurtje wel in Vlissingen zijn. Nou, hier liggen 3 zeeschepen. Hier zie je ze liggen. En die zeeschepen, die komen hier naar binnen om goedkoop te bunkeren. In Nederland schijnt de bunkerolie heel goedkoop te zijn. Met allemaal, dat wordt vermengd met allemaal troep. Maar die zeeschepen die komen hier speciaal naar binnen om te bunkeren. Dan komt er een bunkerbootje opzij, die gooit die olie erin en dan gaan ze weer vertrekken naar zee. Dat gebeurt in Rotterdam ook heel veel. Maar dit is toch wel een plek waar het ook vaak gebeurt. Ja, hier zie je het ook, hè? Er ligt een bunkerboot opzij. Good Fuels. Ja. Good Fuels. Nou, hopen dat het goed is dan. Er is ook een sleebootje achter. Je houdt hem een beetje op stroom. Nou, hier ligt nog een zeeboot. Die ligt waarschijnlijk ook te wachten op bunkers. Nou, hier liggen ze ook te bunkeren. Met RWS opzij. Kijken of de bunkerpapieren in orde zijn. Bla 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 bla. Wel een apart schip, die Triumph. Ik denk dat hij nou een soort pijp aan dek heeft leggen voor van die windventilators. Nou, we zijn hier de Evering uitgevaren en dan gaan we hier stuurboord de haven in. Nou, we zijn bijna in Vlissingen. De lucht achter ons toont niet veel goeds. Ja, wat achter je legt heb je niet voor je. Hopen we. Overal een beetje KUT weer. Ja, we varen de haven in. En dan gaan we laden. 2000 ton. 2000 ton laden. Nou, ik heb mijn winterkleding ook aan. Zo mooi weer is het nou niet. We zitten bijna tussen de pieren. Wel mooie lucht om te filmen. Hier hebben we de ingang. Telefoonkanaaltje 9. Het is wel een vrij grote ingang. Daar liggen nog wat booreilanden en een gastanker. En wij gaan naar de Seatank. We moeten hier af meer opstijgen. Komt daar nog een zeebootje uit. The master at work. Ja, hier moeten we zijn, hè? Ja. Waar wil je dan aan koppelen? Ik dacht bij de tweede aansluiting van voren. Oh. Dus je bent in contact met Roosval. Ja. Hier is de horen. Ja. Afduimen. Hey. Ja. Maar ik vond hier, dan zie je dat bordje. Oh ja. Oh, ja. Dat is makkelijk, hè? Dat is altijd makkelijk. Dat is erbij gezet. Ja. Voor de minder bedeelden onder ons. Ja, soms ook. Zei die middelste aansluiting, hè? Nou, ik dacht die tweede, want ik kan hier een voortouw zetten. Oh. Van economisch position goed, Erik. Oké. Ja, oké. Nou. Oh, daar komt onze collega. Op de fiets? Nee, die is lopend, denk ik. Oh. Tankje vast. Huh? Zeker. Ik kan er bijna een ei tussen houden. Ja? Ja. Nou, hoe hard kan het ei zijn dan, hè? Ik denk dat we nog een klein beetje naar horen moeten. Nou, wel. Sorry, 2 meter forward. 1,5 meter forward. Half meter voor. Nou, ga weg. Ja. Dan was ik even weg. Ja, dat zeg ik. Daarom zie je er rond. Ja, dat is een lekker ding. Want doe maar weg, Roeps. De naam ook, hè? Huh? We zijn weer geland in Vlissingen. Oké, zo vast. Oh, voorop is vast. Nou, koers erop uit. Goed. Die is uit. Die ook. Nou, mooi. Komt Dimitri met zijn koffer. Huh. Oh, even beneden kijken. Zo. Dan is het even stil. Nou, even kijken of de motoren allemaal goed zijn. Ik zal gelijk even een rondleiding geven in de machinekamer. Dit zijn de beunen voor de hoofdmotorkoeling. Dit is de nooduitgang. We hebben hier de elektriciteitskast met alle lenspompen, dekwaspompen. We hebben hier een werkbankje. Alles een beetje tip-top verzameld. Nou, dit is de bakboordmotor. Zo'n Volvo 750. Altijd even als je gevaar hebt, even een rondje lopen. Of er geen vreemde dingen te zien zijn. Maar wij zijn heel tevreden over deze. Nou, hier een luchtcompressor voor de ankerlier. Die gaat op lucht. Dit zijn de machinekamerventilatoren. Nou, hier zijn JBC'tjes, steeds 5. En de van der Velde stuurmachine. En dan hebben we aan stuurboord een airconditioning. Aan bakboord een airconditioning. Dat is allebei gescheiden voor de woningen. Dus iedereen heeft zijn eigen airco. En dan hebben we hier de stuurboordmotor. De koppeling zit hier, de schroefwasser die zit hieronder. En de jongens houden het spikspan in orde. Ook opgeruimd. Dit is een display voor de motoren. Nou, we hebben hier de walstroomaansluiting, walstroomstekker. Hij is een beetje dikker dan op een jachtje. Maar wel licht materiaal. Nou, hier het lenssysteem, ballastsysteem, brandblussysteem. En voor de dekwas. We hebben hier een boiler. En hydrovoorpomp. Hier kunnen dus de handen wassen. Hier heb je ook een FM200 fles. Voor de brandveiligheid. En als ze afgaan dan komt hier allemaal FM200 uit. We hebben een paar van die nozzels hier in de machinekamer. Ja, verder, nou dit is de paal van de stuurhut. We hebben een controleluikje. Nou, dan hebben we hier nog een filtersysteem voor het drinkwater. Met een blauwe lamp voor de UV. En ja, hier hebben we nog een wasmachine voor de werkkleding. En wat reservefilters. Dus nou, dat was wel een beetje de machinekamer. Het ziet er zo allemaal schoon uit. Dus ja, de jongens zijn er erg clean op. Dat is ook fijn werken. Ik zal hier nog even een shotje geven. Dan heb je een helemaal overzicht. En dat was de machinekamer. Oh. We hebben een andere kok vandaag. Oh ja. Kokkie Johan. Kokkie Johan, ja. Kijk. Dat is even... Lekkere schnitzels. Kijk, Kokkie Johan. Oh ja, dat staat beter, ja. Moet ik het van de zijkant een beetje filmen, Johan. Ja, dat staat wel leuk, hè, trouwens. Leuk, hè? Ja. Lekker voor jullie gekookt, jongens. Dan ga ik jullie straks allemaal even verwennen. Nou, lekker witlof. Met de gebakken aardappeltjes. Lekker eten. Goedemorgen. Het is 2 uur. We zijn net wakker gemaakt. We zijn geladen in Vlissingen en we gaan zo richting Antwerpen. We gaan zo eens even boven kijken hoe het ervoor staat en dan gaan we varen. Morgen, Johan. Goedemorgen, dat zijn we toch al. Oh, goedemorgen. Goedemorgen. Morgen. Morgen. Hoe is het? Ja, goed. Ja. Je bent nog even papierwerk aan het doen? Ik ben papierwerk aan het doen. We wachten nog op de mail van de Vesta met alle documenten. En dan gaan we, het is wel flink winderig. Ja, maar iets minder dan toen ik naar bed ging. Ja, nou, we gaan in ieder geval voor de wind volgens mij. Hè? Dat klopt, en anders gaan we laveren. Dus alleen even het gat uit en dan... richting Antwerpen. Yep. That's it. Wel mooi. Morning. Morning. So this boiling water can be today. For now we know. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan naar Antwerpen. Ja. I am the church. Yes. I'm in church. Oh. Ja. Richting. uit. Hoppa. Alles draait weer. Radertje aan, rader om. Hoppa. Nou. De jongens gaan losgooien en dan kunnen we gaan. Nou, we gaan vertrekken. Touwtjes aan los. We hebben alleen de piksel vergeten. Nou, we gaan hier eruit. En dan gaan we bakboord uit, zoals hier op de kaart. Haven uit, linksaf en dan naar boven. Nou, de mannen komen weer terug. We kunnen vertrekken. Nou, we draaien nu de haven uit. Richting Antwerpen, Terneuzen. Nou, oh, dan is het een sleebootje voorbij. We zitten hier aan het stuurboord. Nou, het schiet er lekker op. We zijn bijna bij Terneuzen. We zijn bij Terneuzen. We zijn de douw net voorbij. Dan krijgen we straks de sluis aan stuurboord. En wij gaan nog even rechtdoor. Hier bij het sluizencomplex. Hier op het radar. Kun je het ook een beetje zien. Nou, dus probeer een beetje buiten te filmen. Maar dat is Terneuzen. Nou, Johan is aan het varen. Die heeft zijn hoerenlicht aan. Even kijken of plaatjes kunnen krijgen. Nee, dit is nachtverlichting. Dan, ik heb even een boterhammetje gesmeerd. Huh? Lekker hoor. Lekker? Lekker pindakaas. Lekker Hollands. Ja, en ik vind die lekker stoofvlees met saffraan op een pepersaus. Wel heel lekker is gemaakt. Ja. Nou ja, het ziet er lekker op, hè? Ja, we zitten net aan sector Hansweert eigenlijk. Ja. Dus ik ga het maar even melden nu. We zitten aan de boei 35. We beginnen langzaam ook weer wat harder te lopen. Dus het is bijna paal laag water. Dus. Vandaar. Stralen Hansweert, Gibraltar. Goedemorgen. Ja, goedemorgen meneer. We zijn op vaarboei 35 en gaan straks door richting Antwerpen. Ja, dat is begrepen. Goeieruiten. Ik wil standby. We lopen 11 kilometer nu, hè? Ja, 11,5. Gaan ze langzaamaan steeds harder lopen straks. Het hele stuk voor tegen stroom gehad, hè? Ja. Op een gegeven moment liepen we nog 9,6. Ja. En nou weer 11,5. We gaan straks langzaam aan. Wat harder. Maar ja, we zijn ook gelaaien, hè? Daarom. Ja, de zon zal dadelijk ook wel weer opkomen. Ja, een uurtje wacht. Oh, dat duurt nog even. Ja. Nou. Hier voor de kop zie je Hansweert. Ja, je ziet eigenlijk helemaal niks. Maar hier wel. Hier zie je de ingang van Hansweert. Zo. En wij gaan hier rechtsaf. En dan richting Antwerpen. Nou, dan zijn we bij Walsoorden. Hier heb je de haven van Walsoorden. Hier zijn we met de borrelboot. Zijn we droog gegaan in een dok. Ik had, ik weet niet of je mij kan zien. Nou, ik kan niks zien. Maar Johan, dat dok, dat gaat bij laagwater, staat het dok droog. Dus bij hoogwater vaar je het dok in. Ja. En dan bij laagwater doen ze de deuren dicht. Ja, ja, ja. En als het dan bij hoogwater wordt, gaat het dok mee omhoog. Oké. Ja, heel simpel. Ja, maar ook weer heel slim eigenlijk. Ja, heel slim. Ja. Het is wel een beetje donker. Ja, wij Nederlanders zijn heel slim. Nou ja, niet, ik weet het niet. Wij? Zijn wij ook slim? Nee, ik niet, want ik ben een Fries. Oké. Ja, maar die zijn nog slimmer eigenlijk. Dat is anders. Daar ga ik niet over uitwijzen. Nee, nou we schieten lekker op hè. We gaan dadelijk... de bocht door, bakboord en dan nog een grote kring en dan zijn we bij Antwerpen. Ik zie al een beetje de lichten van Antwerpen in de buurt. Ja, de ochtendkoren zien we ook al op. En de zon gaat ook al een beetje opkomen, dus laten we hopen dat het een beetje mooi weer blijft vandaag.